Vandaag wil ik het hebben over de crop tool, oftewel het uitsnijden van foto's. Zoals je in deze foto ziet, is er aan de linkerkant, rechterkant, boven en onder wat ruimte over. En het zou misschien fraaier zijn als er dat af is. Om een foto uit te snijden, heb je dus de crop tool. En die vind je hier of met sneltoets C. En als je erop klikt, dan krijg je bovenin een aantal instellingen. En ik ga ze gewoon even selectief met je doorlopen. Het eerste venstertje dat heeft bijvoorbeeld een aantal opties: verhouding en BNH, maal resolutie. En dat is op zich wel even belangrijk waarin je begint. Ik begin gewoon bij verhouding en dan heb ik daarnaast de optie om twee getallen in te vullen. En hier staat 3 bij 2. Zoals je misschien weet komt een foto standaard in deze verhouding uit de camera. En gaan we nou kroppen, dan blijven we ook in deze verhouding. Maar soms kan het interessant zijn om hele andere dingen te doen. Als ik bijvoorbeeld mooi naar breed beeld wil, dan zou ik in kunnen vullen 21 bij 9. En als ik nou een kader trek, dan zie je dat ik in dat kader van 21 bij 9 blijf. Ik kan daar natuurlijk ook andere dingen invullen, zoals 16 bij 9. En je ziet dat mijn kader zich dan een klein beetje aanpast. En gewoon door aan de hoeken te slepen, kan ik dat kader vergroten, verkleinen en verplaatsen. En daartussenin vind je een pijltje, twee pijltjes om precies te zijn. En daarmee kun je de getallen omwisselen. En zou je van een liggende krop naar een staande krop kunnen gaan. En dat is in dit geval niet zo van toepassing. Maar dat zijn dus verhoudingen. Je hebt een aantal vooringkeuzes, 1 bij 1 voor vierkant bijvoorbeeld, nou, 2 x 3 of 3 x 2, die ken je, en 16 bij 9 waar je nou op zit. En dan heb je nog de optie breedte, hoogte en resolutie. En als je daarop klikt, dan kun je gewoon echt dingen aan gaan geven. Je kunt bijvoorbeeld als je naar, ik noem maar wat, 3000 pixels bij 2000 pixels wilt en dan bijvoorbeeld 300 pixels per inch... Standaard heeft mijn foto namelijk een bepaald formaat wat uit de camera komt. En als ik een nieuwe krop maak en ik druk op enter, dan gaat hij opnieuw aan het rekenen. En krijg ik een foto die 3000 bij 2000 pixels is met een resolutie van 300 inch pixels per inch. En dat zie je hier ook terug bij de afbeeldingsgrootte. Op zich. Het aantal pixels per inch, dat is natuurlijk alleen uh, van toepassing als je gaat afdrukken. Daar heb ik op mijn website een heel verhaal over geschreven. Maar je zou bij deze opties gewoon keurig in kunnen geven. naar welk formaat je meteen moet kroppen. Dus bijvoorbeeld uh, voor Facebook is uh, 640 pixels breed of hoog. en 960 pixels breed heel gebruikelijk. En dat kun je hier dus gewoon ingeven. En de resolutie maakt voor internet niet zo gek veel uit. En als ik hem nou krop, dan zit ik meteen op. 960 bij 640 pixels. Je bent op zich niet gebonden aan die pixels. Als je in het vakje met rechts klikt, dan heb je een aantal extra opties, zoals bijvoorbeeld centimeters, millimeters. En als je gaat afdrukken, is dat misschien weer wel interessant. Dus als ik bijvoorbeeld kies voor 13 centimeter, ik kan het ook intypen: cm. En ik wil um, even kijken: een afdruk maken van 13 bij 8 centimeter. En dan gaan die pixels per inch wel tellen. Die hou je voor een afdruk gewoon op 300. En zou ik nou een selectie maken, dan heb ik nu een foto van 13 x 8 cm met een resolutie van 300 pixels per inch. En dat resulteert in 1535 x 945 pixels. En ook hierboven kun je dus gewoon qua formaat ingeven wat jij wil. Als jouw foto 200 pixels hoog moet zijn en 4000 pixels breed, dan kun je dat hier gewoon intypen. En natuurlijk ook hier kun je met de pijltjes wisselen voor staand en liggend. Maar ik werk op zich graag in verhouding, omdat je op die manier geen nieuwe pixels gaat berekenen en dat later eventueel nog zelf kunt corrigeren. De crop tool heeft verschillende opties en ik blijf gewoon even uh, lekker bij 3x2 bij zitten. Als ik bijvoorbeeld een kader trek, je ziet in deze foto wat er uitgesneden wordt. Je ziet de rechthoek in het midden met daarin een uh, verhouding over de, de gulden snede, zeg maar. maar ik kan dat ook veranderen. Dat zit hier. Hier heb je een aantal opties waarmee je dat raster kunt veranderen. Je kunt bijvoorbeeld naar een echte grid of naar diagonale met drie hoeken, de gulden snede. Of de gouden spiraal. En ook met de toets O kun je ze gewoon allemaal even los doorlopen. En dit is dus even na van hand wat voor compositie je wil gaan maken. Daar heb je nog meer opties bij. Zoals de overlay altijd tonen of nooit tonen. Ik vind het op zich wel prettig om altijd een overlay te hebben. Het maakt het uitsnijden in mijn ogen toch net iets preciezer. En je kunt hem ook automatisch laten tonen. Daarnaast heb je een tandwieltje staan met een aantal opties. En bij mij staat die altijd op de klassieke modus. Wat houdt dat in de klassieke modus? Nou, ik heb nu een uitsnede gemaakt die ik natuurlijk nog kan veranderen door aan de hoeken te trekken, of ik kan gewoon het hele vierkant verplaatsen. En als je in de klassieke modus werkt, dan werkt dat op die manier. Vind je nou de klassieke modus uit, dan werkt het net iets anders. Als ik dan bijvoorbeeld ga trekken, dan zie je dat mijn kader gelijk blijft, maar mijn foto verplaatst. En dat vind ik op zich eh, vrij ongemakkelijk werken. Dus mijn ja, ik ben gewend de klassieke modus. En ik hou hem daar ook gewoon op. Um, heb je hem uitstaan, dan heb je natuurlijk nog het uitgesneden gebied wat je kunt tonen. Het omliggende gebied wat je dus weg gaat gooien. En als je dan je rechthoek verandert, dan zie je dat dat mee verandert. Nou, op zich vind ik het wel prettig om er uh, omheen te hebben wat ik weg ga gooien. Of de voorvertoning automatisch te centreren. Als je dan een nieuwe uitsnijding maakt, dan zou die met die optie aan. Gewoon keurig naar het midden van je scherm gaan. Zoals je ziet. Maar op zich, nogmaals, ik vind de klassieke modus niet zo fijn. Of ik vind de klassieke modus veel fijner werken dan de nieuwe modus. Dus ik hou me in principe altijd op klassieke modus. En dan heb je ook nog het uitsnijdschild. En het uitsnijdschild, dat is dus het gebied wat er omheen ligt, wat wegvalt. Wat hier iets lichter grijs is. En dat kun je daar ook gewoon aan of uitzetten. En je kunt daar eventueel ook nog gewoon. De helderheid van bepalen. Nou, rond de 75% vind ik altijd wel netjes. En daarnaast heb je de optie uitgesneden pixels verwijderen. En dat staat voor uitgesneden pixels verwijderen. Dat betekent als ik nu op enter zou drukken of bovenin op het vinkje of dubbelklik in mijn vierkant, dan wordt de foto uitgesneden en wat daar omheen staat wordt dan definitief weggegooid. Je ziet ook bijvoorbeeld dat mijn laag aan de rechterkant dat dat een laag is met de naam achtergrond en dat er een slotje onder staat. Dat betekent dat het dus gewoon echt de basislaag van Photoshop is. En als ik hem bijvoorbeeld uitsnij, dan blijft die laag daar ook op staan. Dit is een uitsnede waar ik gewoon in een later stadium niet meer Euh, naartoe terug kan. En met die optie uitgesneden pixels verwijderen zit ik hier dus aan vast. Ik klik even op Ctrl Alt Z om het ongedaan te maken. Wanneer ik dus opnieuw krop en ik heb uitgesneden pixels verwijderen uitstaan en ik zeg dan oké, okay, dan zie je dat mijn achtergrondlaag verandert naar laag 0 en ook het slotje is weg. Ik heb namelijk deze uitsnede, wat ik zie, dat is mijn canvas, maar daarbuiten zit nog originele foto. En die is gewoon bewaard gebleven. En hoe laat je dat zien? Nou, als ik de Ctrl ingedrukt hou en ik druk op de laag, dan selecteert hij de complete laag. En je ziet dat mijn selectie groter is dan mijn canvas, dan het zichtbare van de foto. En zou ik bijvoorbeeld met het verplaatsgereedschap gaan schuiven, dan zie je dat er dus ook nog informatie van buiten de foto bij kan komen. En op die manier heb ik dus een uitsnede gemaakt waarvan het gedeelte buiten de uitsnede ook nog gewoon bewaard is gebleven. En dat is op zich wel heel prettig. Ik ga nog gewoon even terug naar het begin, de originele foto. Want er zit nog een stukje gereedschap in de crop tool. En dat is recht trekken. Als ik bijvoorbeeld een kader maak, en ik zet hierbij recht trekken dan kan ik nog een lijntje tekenen. en dat lijntje dat gaat ervan uit dat dat recht is. nu heb ik in deze foto niet echt een horizon maar ik heb in de achtergrond wel een aantal dingen waarvan ik vanuit mag gaan dat die recht zijn, zoals bijvoorbeeld de trapleuningen of deze paal. het is natuurlijk wel staat het ding scheef wat je uh op dat moment aanklikt, dan is het ook echt gewoon scheef. Maar zou ik nu bijvoorbeeld een uitsnede maken, dan wordt mijn foto ook automatisch rechtgezet. Natuurlijk hellen de auto's nu een klein beetje naar rechts over, maar dat komt omdat het asfalt niet helemaal recht is. En op die manier heb je toch wat meer insight in de crop tool van Photoshop. Op zich vind ik hem vrij handig. Ik doe het uitsnijden van foto's echter wel aan het einde van mijn proces. Omdat een uitsnijden van een foto best belangrijk is. Je gaat toch bepalen wat je laat zien en in de verhoudingen die je laat zien. En ik doe dat graag als ik helemaal klaar ben. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!